Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 4.3, immuniteit. Wanneer je een infectie doormaakt, ontwikkel je in de meeste gevallen een vorm van immuniteit tegen het pathogeen waarmee je geïnfecteerd bent. Hoe dat werkt, maar ook welke vormen van immuniteit we kennen, bekijken we in deze video. In de video's over basisstof 4.1 en 4.2 hebben we gezien dat wanneer een pathogeen je lichaam binnendringt, je immuunsysteem in actie komt. Direct na een infectie treedt je aangeboren afweer in werking. Fagocyten nemen pathogenen op en breken deze af. Macrofagen en dendritische cellen veranderen hierdoor in antigeen-presenterende cellen. Hierdoor treedt de verworven afweer in werking. En de APC activeren T-helpercellen, maar ook cytotoxische T-cellen. Geactiveerde TC-cellen herkennen geïnfecteerde cellen die na binding aan een TC-cel geliseerd worden. Maar T-helpercellen activeren ook B-cellen. Deze kunnen overigens ook geactiveerd worden door binding aan een pathogeen. Maar de B-plasma-cellen produceren in respons hierop immunoglobuline die de pathogenen en de antigenen in de lichaamsvloeistoffen binden en daarmee een infectie tegengaan. Tijdens het gehele proces worden ook verschillende geheugencellen geproduceerd. Deze onthouden de informatie over pathogenen waarmee ze in aanraking zijn gekomen. Bij een tweede blootstelling aan hetzelfde pathogeen worden direct cytotoxische T-cellen en B-plasmacellen geactiveerd. Wanneer je dus in aanraking komt met een pathogeen en deze je lichaam binnendringt, word je niet direct ziek. De tijd tussen het infectiemoment en het moment waarop je ziek wordt, noemen we de incubatietijd. Hoe lang de incubatietijd is, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid pathogenen die het lichaam in eerste instantie binnendringt en van je immuunsysteem. Word je met veel pathogenen in één keer geconfronteerd, dan is de incubatietijd korter, je wordt sneller ziek. Je wordt namelijk ziek wanneer er een minimale hoeveelheid pathogenen in je lichaam aanwezig zijn. Hoeveel dat er zijn, verschilt per pathogeen. Je wordt ziek door de cytokinen die vrijkomen bij de fagocytose van de pathogenen en die vrijkomen bij de koppeling tussen TC-cellen en geïnfecteerde cellen. Wanneer je verworven afweer dus op gang is gekomen en er voldoende antistoffen, dus immunoglobuline, zijn geproduceerd en alle pathogenen zijn opgeruimd, dan nemen ook de ziektesymptomen af. Wanneer je voor de eerste keer in aanraking komt met een pathogeen, dan duurt het dus even voordat je voldoende antistoffen hebt geproduceerd om het pathogeen te verslaan en op te ruimen. Je B-cellen moeten immers geactiveerd worden en er moeten voldoende plasmacellen zijn die antistoffen produceren. Deze eerste antistofvorming noemen we een primaire reactie. Er ontstaan daarbij ook B-geheugencellen. Bij een volgende infectie met hetzelfde pathogeen kunnen die geheugencellen direct veranderen in B-plasmacellen en antistoffen produceren. Dit noemen we de secundaire reactie. Je wordt dan ook veel minder ziek en ook vooral korter, omdat de pathogenen minder kans hebben om te vermeerderen en cellen te infecteren. Word je bijna niet meer ziek na een secundaire infectie, dan zeggen we dat je immuun bent. Je lichaam reageert snel genoeg om het pathogeen te verslaan voordat je ziek wordt. Immuniteit kun je op verschillende manieren verwerven. Wanneer je lichaam in respons op de aanwezigheid van antigenen zelf antistoffen aanmaakt, dan spreken we over een actieve immuniteit. Je lichaam gaat actief aan de slag om antistoffen te produceren en maakt daarbij ook geheugencellen aan. Wanneer dat gebeurt in respons op een infectie, dan spreken we over een natuurlijke actieve immuniteit. Kinderen doorlopen veel verschillende infecties, zoals waterpokken, waardoor er een natuurlijke immuniteit opgebouwd wordt. Je zult dan in de meeste gevallen de rest van je leven beschermd zijn tegen een secundaire infectie. Maar je kunt ook een immuunrespons opwekken door een vaccinatie toe te dienen. Dat noemen we dan een kunstmatige actieve immuniteit. Je lichaam wordt dan geconfronteerd met een verzwakt pathogeen, een inactief pathogeen of een al dan niet kunstmatig antigeen. Je doorloopt dan geen infectie, maar je lichaam reageert wel op de aanwezigheid van antigenen met de aanmaak van antistoffen en geheugencellen. Een tweede vaccinatie is vaak nodig om een langdurige immunisatie te realiseren. Bij RNA-vaccins zorgt het vaccin ervoor dat je lichaam zelf antigenen gaat produceren, waardoor de immuunrespons op gang komt. Vaccineren helpt het lichaam
zich dus voorbereiden op een potentieel gevaarlijke infectie. Want na een vaccinatie zul je niet meer of slechts een beetje ziek worden van een infectie. Doordat het pathogeen bovendien niet de kans krijgt zich te vermenigvuldigen in je lichaam, kun je ook anderen niet langer besmetten. Wanneer er een hoge vaccinatiegraad behaald wordt, dus er zijn veel mensen die gevaccineerd zijn in een populatie, dan kan dat ervoor zorgen dat een ziekte uitgeroeid wordt. Door de uitgebreide poliovaccinatiecampagne in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw komt polio in Nederland bijvoorbeeld vrijwel niet meer voor. Maar in sommige gevallen werkt je immuunsysteem nog niet of niet of niet snel genoeg. Je kunt dan passief geïmmuniseerd worden. In plaats van te wachten totdat je lichaam zelf antistoffen maakt, dus immunoglobuline produceert, worden deze toegediend. Dat kan op een natuurlijke manier, door bijvoorbeeld baby's die borstvoeding krijgen, want hun immuunsysteem is nog niet voldoende ontwikkeld. En in de borstvoeding zijn antistoffen van de moeder aanwezig die de baby opneemt en kan gebruiken om zich te verdedigen tegen infecties. Maar antistoffen kunnen ook kunstmatig toegediend worden door middel van een infuus of een injectie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je gebeten wordt door een slang of een spin. Het antiserum, dus dat wat je binnenkrijgt, bevat dan gezuiverde, antigeen-specifieke antistoffen. Wanneer je antilichamen ontvangt, dus passief geïmmuniseerd wordt, dan komt je eigen immuunsysteem niet in actie. Er ontstaan dus ook geen geheugencellen die je bij een tweede blootstelling beschermen. En omdat antistoffen maar een beperkte levensduur hebben, verlies je na verloop van tijd dan ook de immuniteit. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!